Rood-wit is onze glorie, rood-wit zit ons in het bloed. Bij neerlaag of victorie, bij voor of tegen spoed. Hey, goedemiddag. We zijn vandaag bij meneer Jan-Pieter Boot. Zo te zien, ik was net voor de deur en ik zag een hele grote tuin daar zo. Wat voor tuin is het eigenlijk? Het plein is nu nog een soort van wilde tuin. Hè. Eigenlijk sinds we hier wonen zijn we al bezig met de inrichting van het plein. Daar is in ieder geval de gemeente en de deelgemeente hebben daar hele mooie plannen voor ontwikkeld. En niet zo heel lang geleden is daar eindelijk de knoop doorgehakt. Hè. Dan gaat het plein op de schop. Dat zal ook deze maand gaan gebeuren. En nu staan we hier in de Spartastraat voor het Sparta-stadion, het kasteel. En dit is een plek waar ik veel kom. Als Sparta thuis speelt, dan probeer ik er eigenlijk altijd wel te zijn. En ik kom niet alleen, ik kom vrijwel altijd met mijn vrouw en met mijn zoon. Die is nu 3,5, maar al sinds hij 3 weken oud is, komt hij dus in het Sparta-stadion. Hij zingt het Sparta-lied al uit zijn hoofd. En voor hem is het ook een enorme belevenis. En vaak gaan we ook nog met de buren of met vrienden. En gewoon een heel clubje mensen, een gezellig avondje uit naar Sparta. U heeft wel een gevoel van Spangen. Hoe komt dat? Klopt, ik ben niet in Spangen geboren. Ik ben in de omgeving van Rotterdam geboren. Woon al 15 jaar in Rotterdam. En de laatste 5 jaar dus in Spangen. Wij wilden weg uit Blijdorp, omdat het huis ons niet helemaal beviel. Dan heb je keuze om een heleboel plekken toe te gaan. Ook naar buiten Rotterdam. Hè. Maar dat wilden we niet. We vinden de stad geweldig. Er leeft veel, er gebeurt veel. Dus we wilden graag in de stad blijven. En ja, mijn vrouw kende Spangen nog, omdat ze hier als studenten had gewoond. En ze vond een geweldige buurt. Toen was het een wat moeilijke buurt, maar we hoorden al goede verhalen over Spangen. Via onze verkopende makelaar werden wij gewezen op dit project. En toen zijn we daar als een blok voor gevallen. Ik hou van de oude huizen, hè, en mijn vrouw ook. Hè, dus de nieuwbouwwoningen, dat is het voor ons niet. Hè, die Phoenixwijken, dat is het voor ons niet. Oude woningen die wel groot zijn. En wij wilden ook graag kinderen. En dit is een huis met een tuin. En sowieso hebben we aan de tuinzijde hier 4 tuinen aan elkaar. Waarbij de kinderen van de 4 adressen overal door kunnen lopen. Dat maakt het sowieso heel erg leuk. Maar ook de andere kant op is het heel makkelijk om contact te leggen. En bedoel ik niet alleen naar onze directe buren, maar ook naar de overkant, naar de Van Lennepstraat. Ja, ook daar veel contact met mensen. Wat ik nog wou vragen, doet u ook nog activiteiten in de buurt? Ik doe een aantal dingen. In de eerste plaats ben ik actief in het ouderinitiatief hier in de wijk. We proberen de school Duo 2002 een gemengde school te maken door een heleboel nieuwbewoners van de wijk te stimuleren om de kinderen lokaal, dus in de wijk, op school te doen. Daarnaast heb ik sowieso veel activiteiten ook in de wijk zelf georganiseerd. Een paar jaar geleden het voetbal kijken hier actief op het plein. Sowieso veel bij activiteiten, wat er ook gebeurt hier in de wijk, probeer ik betrokken te zijn. Ik vond zelf voetbal kijken heel mooi, omdat een heleboel mensen met verschillende achtergrond daar kwamen. Omdat ja, sport toch wel een soort van verbroedering geeft. Hè. Iedereen was voor het Nederlands elftal en dat gaf een hele bijzondere sfeer hier op het plein. Ik zie dat u een hele grote fornuis heeft. Ja, wij vinden koken echt hartstikke leuk. We leven in deze keuken. Het is echt het centrale punt van het huis. Ik vind het leuk om voor onszelf te koken, maar ook voor vrienden die langskomen. Er wonen regelmatig mensen bij ons, familieleden, die lekker meedoen in dit huishouden. Hartstikke leuk. Waarom is dit uw plek hier in Spangen? Ik ben echt van deze plek gaan houden door de mensen die hier aan het plein wonen en de band die we met elkaar hebben. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ik vind het mooi om te zien hoe actief de bewoners hier zijn. En dat bedoel ik niet alleen op het plein, maar ook in andere dingen binnen de stad Rotterdam. Waar ik heel veel mensen die aan het plein wonen overal weer tegenkom. En dat vind ik echt zo ontzettend leuk om te zien. En dat doet me heel veel deugd. Rood-wit gaat nooit verloren en jaren nog hierna zullen wij laten horen. SP, AR, TA. Dit lijkt me wel duidelijk, hè? Dit is mijn thuis. Geweldig, toch?